Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Ups & Down. We zijn wakker aan het worden en we proberen Jordi wakker te maken, maar dat lukt niet echt. Hé papa? Mm-hmm. Jordi? Of je lijkt die jou deels? Te moeder. Ja. Lijkt hij op mij, ja? Uh-huh. Ik wil toch gewoon wakker te krijgen. Ik ben toch gewoon wakker te krijgen, Niels. Wie zwijgt hem toe, hè? Ja, als je met gevaar voor eigen leven ben je wel wakker te krijgen. Oké, nou we gaan Jordi proberen wakker te krijgen verder en dan zullen we hem bijt geven. Wij zijn onderweg naar onze eerste afspraak en ja, dat is eigenlijk wat we te melden hebben. Jordi is nog steeds niet happy, want die hebben we wakker moeten maken. Cookie. Jordi. Hey, hallo. Kijk toch zo van. Laat me met rust. Op wie lijkt hij dan? Op zijn moeder. Toch niet van de melkboer. Nee, melkvrouw. Nee, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet bij de moeder. Nee, dat kan niet bij de moeder. Echt een kind van zijn moeder dus. Bij Niels twijfelen we nog, maar. Ja, je hebt te veel donuts gesnoept. Diep inademen. Diep uitademen. Uit. Nou, hartje. Hartje. Moet een kusje van de dokter op. Kijkje Roos, daar zwemt een moedervis met haar kleine visjes. Nou beter? Ja. Oké. Met jouw knieën. Ja, je hebt altijd aan je knieën hou. Is het nou beter? Is het nou beter? Nee, nog niet. Nou wel? Nee. Kusje erop. Ah, even luisteren. Kijk of het doet. Ja, hij is zo goed. Ja, kijk maar, is beter. Is beter. Nou, zoals jullie zien zijn we bij Manuel en Bianca. Jordi heeft net zijn flesje op. En die is nou proberen aan het slapen een beetje. En dan gaan we zo dadelijk naar huis hem in bed gooien. Er is iemand wakker. Hij was bij Manuel en Bianca in slaap gevallen. En toen hebben we hem mee naar huis genomen en een bedje gelegd. En hij heeft toch nog best lang geslapen. Ja, want hij is echt net pas wakker. Jordi. Koek, koek. Ja, je bent gehypnotiseerd door die... witte puntjes. En papa ligt ook nog te slapen. Die had mama ook al wakker gemaakt. Maar die wou niet wakker worden, nog niet. Hé, jongen? Ja. En mama kon niet slapen, want ze wist dat Jordi wakker ging worden. Want jij hebt vannacht zitten rotzooien. Ja, jij dacht vannacht het is feest. Ik ben wakker. Hallo, ben er. Kleine spruit. Ik hou van jou.
Ja, mama heeft die andere hand de telefoon nog vast. Dus we kunnen niet klappen. Nee. Nou, gaan we jou nog even goed wakker krijgen. Dan gaan we even soepie pakken. En dan gaan we daarna naar opa en oma toe. Want wij gaan bij opa en oma avond eten. Ja. En eventjes op bezoek bij jouw opa en oma Stok. Ja. Gezellig toch? En dan gaan we weer een keertje naar huis. Ja. Gezellig. Wij zijn onderweg naar mijn ouders toe. Jordi weer aangekleed en wat gegeten. Niels is ook weer bij de tijd. En ja, gaan we onderweg. Zo, wij zijn bij mijn opa en oma geweest en bij mijn ouders. Jordi ligt nu lekker te slapen. En ik denk dat wij ook niet al te lang van ons bedje verwijderd gaan blijven. En Niels is van alles aan het klooien, want hij heeft een groenkastje gekocht. En dus is een beetje vlogception nu. Want ik zit naar mijn eigen te kijken nu. Maar was gezellig bij mijn opa en oma en bij mijn ouders. En ik denk dat ik de dag ook lekker ga afsluiten. Toch Niels? Ja. Wel trusten. Slaap lekker allemaal. Een hele goede middag. Het is begin van de middag. Jordi ligt nog lekker te slapen. En wij zijn bezig geweest met van alles en nog wat hier in huis. En het is in ieder geval weer fris. Ja, fris en fruitig. En ik ben ondertussen ook nog bezig met wassen enzovoort. En zo dadelijk komt een vriendin van mij. Die komt op visite. Hebben we elkaar al even niet meer gezien. Ik weet ook niet of ze op de vlog wil of zo. Ik ga er vanuit van niet. Ik denk niet dat we daar gaan filmen. Ik ga nog even een boterham eten. En zo dadelijk tomatensoep maken voor Jordi. En ja. Dat dus. De vriendin van mij is er nog niet. Ik ben ondertussen soepje aan het maken. Jordi is wakker. En hij stinkt een beetje. Hij heeft gepoept. Maar wij als papa en mama zijn hartstikke trots op Jordi. Want hij lag net hier nog. En nou zit hij. En we hebben hem niet aangeraakt. Box is dicht. We hebben niks gedaan. Hij zit gewoon. Hij kan gewoon gaan zitten. Dit is gewoon een mijlpaal voor ons. Mensen hebben niet in de gaten hoeveel dit betekent voor ons. Dat hij dit nu kan. Dit is gewoon echt een mega mijlpaal. Dit is echt een mega mijlpaal. Wij zijn echt zo trots, of niet? En nou ga ik trots de poepbroek doen. Jij gaat trots de poepbroek doen? Dan ga ik mijn soepje afmaken, want Jordi moet zo zijn soepje hebben. Thank you.
Wat wij zojuist hebben geoefend is voor de logopedie. Omdat Jordi de 10 seconden regel heeft. Dat hij 10 seconden moet nadenken over wat hij moet doen. Daar is die bellenblaas onderdeel van. Dat hij het gaat volgen en reageert erop. En dat ja, proberen om het toch iets sneller te gaan krijgen. En op een gegeven moment werd hij ook wel iets sneller erin. Plus die macaroni en de bellenblaas en zo. Dat zijn nieuwe dingen voor Jordi. Dus... En Jordi moet ook nieuwe dingen leren. Dus vandaar het gevoel van de macaroni, het gevoel van het natten van de bellenblaas. En nou, dat zijn we dus allemaal aan het oefenen. Dus vandaar. Nou, we hebben straks een visite gehad van Debbie. Daarna hebben we gegeten. Zijn we naar Sabine gegaan. En nu zijn we weer thuis. Jordi ligt slapen. Ik ga nog heel eventjes een beetje editen. Ik moet nog heel eventjes een beetje opruimen. Want morgenochtend komt de logo. En dan gaan we lekker slapen. Toch Niels? Mm-hmm. Oké, okay. Wil jij nog iets zeggen? Wel trusten. Slaap lekker allemaal. Oh ja, en we sluiten bij deze de ups en downs natuurlijk af.